Vanaf Verderland in Tilburg stapte ik op de fiets naar de Achterhoek. Ik wilde graag zien hoe het er in ons land aan toe gaat. En dat zie je het beste als je langzaam onderweg bent. Zo peddelde ik over paden en wegen. Op eigen spierkracht, hè? Zonder accu. En daar wordt gebouwd, geplant, geoogst, geprotesteerd, gevreesd, gesteund, geboren, gehandeld, geruild, geëxperimenteerd. En wat is Nederland mooi, maar ook warm en droog. En met immense akkers vol eentonig gras en mais. Ondertussen werd er overlegd en in de media geroepen over allerlei crisissen. Boerencrisis, droogtecrisis, stikstofcrisis, asielcrisis, gascrisis, overlegcrisis, wooncrisis, oftewel totaalcrisis. Ik ben een optimist, maar de moed zakte me wat in de schoenen. Ik vind dat we niet opschieten. De droogte, het al decennia uitsterven van insecten en vogels, de bodemverarming, de pesticiden, de ongezonde wereld die we creëren, het uitputten van de natuur door ons verlangen naar bezit en vertier om ons armzalige leven kleur te geven. En niemand die echt wat doet, echt luistert naar de alarmbellen, echt maatregelen neemt, zo leek het. Maar is dat wel zo? Ik zag, overal in het land zijn mensen bezig met nieuwe initiatieven. Ze vertelden me wat ze doen en waarom. Ik sprak onder andere Anna, Gea, Eddie en Helene, Tanja, Dido en David, Jaap en Niels, Wouter, Hanna, Valerie, Bente, Johannes, Dieuwke en Vera, Janneke, Ellen en Louis. Zij gaven me weer nieuw perspectief. Al deze pioniers zijn op eigen initiatief bezig met de natuur te omarmen vanuit verschillende invalshoeken. De een neemt een gangbare melkveehouderij over en gaat die omturnen tot een gemengde ecoboerderij voor lokale productie, zoals Johannes Regelink met burgerboerderij De Patrijs. De ander heeft al jaren een centrum waar je kunt leren over permacultuur. Een manier om voedsel te verbouwen met respect voor alles wat leeft, zoals Gea Boesekol. En veel telers passen die kennis toe op hun akkers waar abonnees van mogen komen oogsten. Anderen kopen met eigen geld of met crowdfunding landbouwgrond op om dat uit de markt te halen en daar voedsel voor lokale afname op te verbouwen, zoals Lenteland-oprichter Wouter Veer. Met Niels Moshagen en Jaap Fris als de eerste Nederlandse lentelandboeren die dat gaan waarmaken op erve Kiekenbos. Ook Diede van Oosten en David van den Berg doen dat stoer met hun stichting Capitaloceen. En wat te denken van Louis Dolmans die met zijn stichting vele hectares opkocht en daar boert als een vogel met graanakkers omheind met heggen vol leven en inmiddels een nieuw project waarin ruim 17 boeren samenwerken aan een enorm voedselboslint. Tot slot nog Ellen Willems uit Doetinchem, die een oud gevangenisterrein omturnen tot een geweldig oogstconcept waar mensen van allerlei pluimage werk en verbinding vinden. Wauw! Deze durf als zieners en doeners laten zien dat als je wilt er verandering mogelijk is. Je hoeft niet gelijk een weiland te gaan kopen of wortels en uien te gaan zaaien. Je kunt ook vanaf jouw positie in de maatschappij invloed gaan uitoefenen, in welke branche of in welk vak je ook werkt. Zo maak je het verschil en versnel je de transitie die nodig is. En word klant bij de lokale boeren die duurzaam werken. Steun de agrarische sector door juist te willen betalen voor echt goed voedsel. Dan word je zelf en je leefomgeving en de hele aarde beter van. Meer over mijn tour lees je in mijn blogs op dailygreenspiration.nl en op mijn Insta dailygreenspiration.